is een werkomgeving zonder discriminatie. Ik heb inmiddels sinds mei van dit jaar een apart team opgericht in de Inspectie Sociale Zaken, dat zich bezighoudt met de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Die gaan de komende jaren bedrijven toetsen. Die kunnen niet een individuele klacht behandelen, maar die kunnen wel bedrijven aanspreken die daar met de pet naar gooien. Heb je ervaring met racisme of discriminatie op de arbeidsmarkt? Wanneer het komt tot discriminatie op de arbeidsmarkt, ik zelf niet per se. Maar mijn nichtje zelf heeft gewoon een heel jaar haar studie moeten uitstellen omdat ze geen stageplek kon vinden. Ze kreeg continu te horen dat, dat het niet voor haar de positie was of dat plek, dat ze niet bij het team paste, dat soort rare dingen. En het is gewoon storend en ik hoorde dat niet alleen maar bij mijn nichtje, ik hoorde dat dat vaker gebeurt. En dat is gewoon iets waarom ik hier nu naartoe ben gekomen, om te zien wat we dus gezamenlijk aan kunnen doen en wat de opties zijn. Toen vroeg ze me, hey Rowan, hoe sta jij eigenlijk tegenover negers? Val jij op negers? Dus het was al zo, het bouwde zich al op en ik had er gewoon geen zin in. Dus toen begon ik al met een eerste, neger is niet de correcte term. Moest ik die hele uitleg gaan geven. En dat zijn gewoon de dingetjes dat collega's tussen neus en lippen door zeggen van negers dit, negers dat, of dat is toch een neger, of die neger. Neger, dat is zeg maar een van de meest voorkomende dingen op de werkvloer die ik heb ervaren. Ik ging geen solliciteren en ik werd op gesprek gevraagd. En het gesprek ging op zich wel goed. En op een gegeven moment zei die man van ja, ik had niet verwacht dat je zo'n jongen zou zijn. Dus ik zeg, hoe bedoel je zo'n jongen? Hij zegt ja, want je weet wel, jullie negers, ook negers gewoon echt, weet je toch, jullie negers. Maar ik ben blij dat je een ander soort jongen bent. Dus dat is echt ja, een concreet en recent eigenlijk ook voorbeeld. Waarin echt gewoon ja, gediscrimineerd wordt en eigenlijk dat de werkgever ook eigenlijk toezegt dat hij eigenlijk op basis van naam eigenlijk al kijkt van oké, is het een allochtoon, of is het een autochtoon, en op basis daarvan eigenlijk mensen gewoon aanneemt. Zeggen dat bedrijven aangepakt moeten worden. Ik vraag me af in hoeverre dit zin heeft als juist de overheid en media een groot aandeel hebben in het huidige racistische klimaat, zonder dat er gevolgen zijn. Als er dienaren van de overheid zijn die zich niet aan de wet houden, dan heeft dat consequenties. Als er dienaren van de overheid zijn die discrimineren, ook dat is voorgekomen, dan moet dat gevolgen hebben. U gaf aan dat u bang bent over mensen die boos zullen worden over het quoteringsbeleid. Maar mensen zijn eigenlijk al jaren boos omdat ze zo moeilijk aan een baan komen. Dus, ja, dat moet ook veranderen. Ik heb net als mijn belangrijkste doel genoemd de jeugdwerkloosheid die veel groter is onder jongeren met een migrantenachtergrond of met een andere etnische afkomst, om dat weg te werken, zodat je weer eerlijke kansen hebt. Maar ik ben bang dat als je met een kwotum werkt, dat mensen eigenlijk niet serieus genomen worden. Dat er een sfeer ontstaat, je zit hier alleen maar vanwege dat kwotum. En ik wil juist dat ze gezien worden als mens. Dat hun talent erkend wordt en dat bedrijven in de rij staan om die talenten in dienst te nemen. Dus het gaat me niet om het doel. Het doel is dat die jongeren aan de bak komen, maar de manier waarop. En u heeft een paar tips gehad. Wat gaat u daarmee doen? Nou, we hebben het gehad over wat je kan doen aan daadwerkelijke discriminatie en hoe lastig dat soms te bewijzen is. En ik vond een goede opmerking van iemand die zei, begin nou bij die uitzendbureaus. Heel veel jongeren krijgen hun eerste baan via een uitzendbureau. Dus als je het probleem daar aanpakt, als je die aanspreekt en als ze het verkeerd doen, als je ze ook met naam en toenaam aan de schandpaal nagelt, dan kan dat effect hebben. Vond ik een goede opmerking, ga ik mee aan de slag. Ik denk wat ik vooral had willen horen waren toch wel concrete toezeggingen. Wat gaat de minister nou echt concreet doen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan? En of dat nou een quoteringsbeleid is, of dat het nou een boeteopleg is aan bedrijven, of dat het nou is met bepaalde bedrijven niet meer samenwerken omdat ze zich schuldig maken aan discriminatie, of dat het hand in eigen boezem steken is en zeggen van weet je wat, we beginnen binnen de overheid zelf en we maken een diverse samenstelling van het personeelsbestand, want op dit moment binnen de overheid is het over het algemeen ook gewoon heel erg wit. Ik denk dat ik meer op zoek was naar dat soort hele concrete dingetjes. En ik was heel erg blij met de werkgever, die ook gewoon echt aangaf, weet je wat, ik leer hier zoveel dingen en ik word heel vaak, jij toch, ik wist niet dat dit soort dingen allemaal plaatsvonden. En wat je vaak ziet is dat zwarte mensen dan gaan zeggen van, ja bullshit, want racisme, ik bedoel, kom op nou, dat bestaat toch, maar
helaas is het zo dat heel veel witte Nederlanders zich echt niet bewust zijn van hoe racisme geïnstitutionaliseerd is. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Die meneer, die werkgever, had echt een soort van eye-opener, snap je? Van, wow, het probleem is echt nog veel heftiger dan dat ik eigenlijk al dacht. Heel tof dat de minister is gekomen, helemaal hier naar Amsterdam Zuidoost-Belmer, om met de gemeenschap in gesprek te gaan. Ik ben blij dat wij de kans hebben kunnen krijgen om gewoon kritische vragen te stellen over de visie, over het beleid van de minister. Ik vond dat hij hele slimme antwoorden gaf op onze vragen. Maar tegelijkertijd zag ik toch wel weer die discrepantie tussen hetgeen wat de minister zegt, wat de overheid zegt, wat in de wetten staat en wat er daadwerkelijk wordt gedaan en uitgevoerd. Om een voorbeeld te geven, gaf de minister aan van, ik vind ook dat er sprake is van racisme en dat het aangepakt moet worden, et cetera. Maar ja, ik heb dus 10 jaar lang aan onderzoek en documenten geanalyseerd en het woord racisme kwam maar 1 keer voor. In het actieplan dat de minister heeft voorgesteld, komt het woord ook niet voor. En ik denk dat het daardoor moeilijk is om de kern van het problematiek, institutioneel racisme en arbeidsmarktdiscriminatie is daar de manifestatie van, om dat op een goede manier aan te pakken. Ja, aan de andere kant vond ik dat hij wel een heleboel goede punten had. Ja, zoals dat bedrijven gestimuleerd moeten worden om over diversiteit na te denken. Om het te zien als iets van toegevoegde waarde. Om naming en shaming te doen bij bedrijven die zich schulden maken aan discriminatie. Dus constructief.